Ken je dat gevoel dat je een feestje hebt gegeven voor je verjaardag of zo? En dat iedereen weg is. En dat jij vervolgens alles op moet ruimen. Zo voel ik me op het moment een beetje na de vorige video in Content Veen. Er waren een stuk of 50 mensen hier. En iedereen is natuurlijk zomaar weggelopen. En dan zit ik hier. En dan moet ik de troep opruimen. Hartstikke gezellig en leuk. Maar ja. Maar goed, wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag begin ik even met een korte mededeling. Abonneren. Kleine mededeling. In mijn vorige Content Veen video, zoals ik net al zei, waren er een stuk of 30 à 40 à 50. Volgens mij waren het er echt 50 kijkers of zo. En die heb ik een aantal klusjes laten doen. Eén van die klusjes was hier rechts beneden. Toen moesten ze allemaal steen hakken. Dit gaat goed. Dit gaat stabiel. Zo benieuwd hoeveel steen hieruit komt door jullie. Jullie zijn top bezig. En oh my days, wat is het een mega grote kale ruimte geworden hier. Ik hoop dat de kijkers oprecht het steen niet gestolen hebben. Want als ik dit allemaal kan bemachtigen, dit steen. Wauw, wauw, ik denk dat ik nooit meer van mijn leven in Content Veen steen hoef dak. Moet je zien. Ik kan je gewoon ondergrondse basis maken, joh. Oké, we hebben hier heel veel steen. We hebben hier heel veel steen. We hebben hier en hier. Oh, deze valt wel mee. Nou, het komt erop neer, jongens. We hebben heel veel steen. Een andere soort blok. Oh mijn god, dit is zo ontzettend veel, hè. Zo allemaal cobblestone. Huh? Hoe komt hier normaal steen? Wie had hier een silk touch pickaxe? Oké, ik heb alles even gecheckt. Oh jezus, deze zit wel heel vol. Het gaat een klusje worden om dit allemaal te sorteren. Maar laten we daar even mee beginnen. Willy, waar ben je? Hallo? Willy? Het is niet where's Wally, maar where's Willy? Nee, maar serieus jongens, waar is Willy? Willy, hallo? Ben je hier? Hallo. Oh, ik hoorde hem. Willy, waar ben je? Oh, hier ben je. Ik begin me al zorgen te maken, joh. Als ik je roep, moet je gewoon reageren. Jongen, jongen, jongen. Jongens, ik denk dat ik een leuk idee heb voor het opslaan van al dat steen. Ik ben er nu natuurlijk mee bezig. En ik dacht, wat nou als ik dat even ergens anders doe dan in mijn kasteel zelf? En René had hier een leuk klein huisje gemaakt. Een leuk klein huisje. En ik dacht, wat nou als ik dit huisje hier nou even als tijdelijke steenopslag gebruik? Maar misschien is hij een beetje klein daarvoor. Dus nu twijfel ik. Dus je moet wel een iets groter huis kiezen. Dat huis daar vervloort. Wat nou, omdat er ook een mooie open haard, of weet ik veel wat bij zit, misschien een steensmelter, dat ik van dit huis hier het steenhuis maak. Dus dat zou betekenen dat ik dan hier even gewoon, dus gelijk als je binnenkomt, al wat kisten plaats. Ik heb wel Floor's toestemming nodig. Nou, trouwens, nee. Floor, als je dit ziet. Ik heb de toestemming niet nodig. Het moet er wel een beetje leuk uitzien, trouwens. Oké, voor nu is dit denk ik wel even genoeg aan ruimte. Laat ik dan zeggen, steen of normaal steen aan deze kant. Stone, cobblestone aan deze kant. En dan hier geksteen. Hier ander geksteen. Hier ander geksteen. Hier ander geksteen. En dan hier nog een keer ander geksteen. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo. Ik weet niet of dit genoeg gaat zijn. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar het is in ieder geval een ruimtetje. Want het past er niet meer in mijn kasteel. Oké, we gooien hier alles even tijdelijk hierin wat ik niet nodig heb om alles mee heen en weer te slepen. Zo. Trouwens, ik heb wat stone curtains en furnaces meegenomen voor de sier. 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 Nee, wacht trouwens. Misschien kunnen we dan leuk zo doen. En dan crafting table ernaast. Nou, dat is geen sier, maar ik keur het voor nu even goed. Oké, dan is het nu tijd om deze meuk hier eventjes goed te legen. Ik denk dat ik begin door deze lijn hier even weg te halen. Dan kan ik het namelijk gewoon slopen en in de chocoboxes douwen. Oh, waarschijnlijk ga ik ook zoveel troep per ongeluk meenemen, hè? Oh, hier heb ik zo geen zin in. En ik denk jullie ook niet. Dus jullie zien het als het klaar is. Doei! En daar zijn we weer. Jongens, ik ben denk ik oprecht een uur verder. No jokes, misschien zelfs langer. Maar oh my days. Wat kostte dit veel werk? Ik heb al het steen wat ik zelfs hier had, heb ik daarheen verhuisd. Ik heb het steen wat hieronder stond. Elk steen wat ik in het dorp kon vinden, heb ik naar het steenhuis gebracht. En ik heb gelijk de sortering hier een beetje ook opnieuw gedaan. Dat mocht ook wel eens gebeuren. Ik heb hier nu al het mos zitten. En dan denk je, waar is het hout? Nou, het hout werd te klein voor één kist daar. Ik heb hier nu allemaal hout. Ik heb hier hout. En hier, dit hout moet trouwens hierheen. Allemaal soorten hout. Het dirt werd ook te klein, dus dat moest ik ook verschuiven. Dan heb je hier een lief, bla bla bla. Niet zo interessant. Het sorteren is nu gewoon wat netter hier. Al mijn shulkerboxen heb ik leeg gedaan. Heel veel zijn er volgens mij ook van Floor. Dus Floor, als jij een shulkerbox mist. Ik heb hem gestolen. Verder, wat mensen ook nog eens gemined hebben, is heel wat koper. Dus als wij al dit koper nou weer eens even meenemen. Ik heb er geen ruimte voor. Weet je wat? Dit mag weg, dit mag weg, dit mag weg, dit mag weg. Dat is mijn prullenbakje. Nou, trouwens, dat klein mag ook wel weg. Dat doe je niet zoveel. Nemen we wat kool mee. Gaan we dit allemaal weer even omsmelten. En dan ga ik jullie het steenhuis even laten zien, hoor. Overigens moet dit allemaal nog gesmolten worden. Jongens, dit is toch
veel te veel. Oh, dit kan echt niet. Jongens, dit kan echt niet. Dus dit zit er al in. Oh, nee, dit gaat een... Gast, ik ga zoveel kopen krijgen. Jongens, welkom in het steenhuis. We zijn aangekomen. Het is één grote rommel, zou je zeggen. Maar ik heb het expres gedaan, zodat het er een beetje leuk uitziet. En niet allemaal ja, symmetrisch en recht naar elkaar, bla, bla, bla. Ik heb echt van elk soort steen dat ik kon bedenken, volgens mij. Nou, waarschijnlijk mis ik er nog een heleboel. Maar elk soort steen... heb ik een kist voor geplaatst. Heel veel had ik nog geen itemframes voor. Dus dat is ja, itemframeloos. Maar moet je even kijken naar dit, hè. Hier ben ik blij mee. Je hebt hier al het normaal steensoort. Maar dan in slabvorm, sterfvorm, bla, bla, bla. Hetzelfde voor cobblestone. En dan hier de cobblestone. De cobblestone. De cobblestone. En deze cobblestone. De steen. De steen. De steen. En een lege kist. Jongens... niet normaal. Ik denk dat we echt voorlopig even gewoon niet meer hoeven te gaan minen. Want we kunnen altijd hierheen. En ik geef toestemming aan René en Floor om hier af en toe ook wat steen te pakken. Niet te veel jongens, maar jullie mogen wel af en toe het pakken. Want het is, ik moet wel als koning een beetje delen met mijn volk natuurlijk, hè. En aangezien we zoveel hebben, weet je, dan mag het wel gepakt worden. Overigens, ik heb ook heel veel granite, heel veel andesite en diorite zit hier. Ja, ik bedoel, nu hebben we gewoon van alles. En het is lekker hier gesorteerd. Het werd te veel om in mijn kasteel in die kleine kistkamer te doen. Het werd gewoon te veel. Dus nu zit het allemaal lekker hier. En ik ben er denk ik wel heel blij mee. Nou is het inmiddels 11:45. En dacht ik, weet je, we kunnen nog wel één dingetje doen voordat ik zo meteen lekker ga slapen. En dat is de pier hier. Ik wil dat huisje daar bouwen en de pier gaan maken. Gaat waarschijnlijk ook nog lang duren. Dus dat wordt... En laat het je, oh nee! Maar voordat ik dat ga doen, hoorde ik dat Nathan, Beterbals, ja ja, onze grinder, een vuurwerkwinkeltje heeft gemaakt. Eindelijk. Oh, dat meen je. Ik hoop echt dat dat een dingetje zijn. Zij het... Ik kan me herinneren dat er zoiets gezegd is. Ik weet het nou niet zeker. Ik weet dat hij een farm heeft. Maar ik dacht ook dat hij zei dat hij een winkeltje had. Dus laten we even naar het winkel, eiland, cliff, idee gaan. Oh, er is een mega luchtballon gespand. Ik denk dat dit het is. Laat dit het alsjeblieft zijn, Nathan. Nathan. Maar er is helemaal niks. Kassa. Ja, maar waar is je... Oh, boven me. Leuk systeem, leuk systeem. Oh, 2 stacks per diamond. Oh, het is een dyewinkel dit. Oh, oh my days. Dit is ook leuk. Dit is niet de vuurwerkwinkel, maar dit is een dyewinkel. Dat verklaart wel de hele kleurrijke ballon. Dus als ik nu kleurtjes wil kopen voortaan, dan kan dat hier. Oké, okay. Nee, dat... Oh, en vuurwerk. Het is ook de vuurwerkwinkel. Ja. Hoe duur is het? 3 stacks per diamond. 1, 2, 3. Huh? Gast, Nathan heeft een automatisch systeem gemaakt... waardoor zijn winkel aan blijft vullen op het moment dat je nieuwe koopt. Nathan, jongen, jij vieze gore grinder. Je let op 1, 2, 3. Oh, niet te geloven. Het vult gewoon 1, 2, 3. Oké, okay, laten we het hierbij even... Oh, Nathan, je winkel vult hier niet bij. Slecht, slecht. Te vieze gore grinder is het. Ik moet even wat diamonds halen. Hier staat er zo eentje. 1, 2, 3, 4. Laat ik er als het goed is, toch? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh! Nee, dat zijn 3 diamonds. En fooi krijg je niet, Nathan. Je gaat geen fooi voor me krijgen. Laten we even in de kassa mijn diamond stoppen. Zo, daar gaan wij echt veel kopen. En die dye zeker ook, want ik heb dye nodig voor kleurtjes wol en zo. Alleen, we moeten eigenlijk ook een wolwinkel zijn. Laat ik trouwens even kijken of mijn winkel überhaupt ooit nog iets gekocht is. Ik denk... Oh, ik wil zeggen, ik denk het niet, maar... Hey, serieus, wat was het ook weer? Paddenstoelen, hè? Zijn er nou serieus paddenstoelen gekocht? Wie heeft de paddenstoelen gekocht? Nou, hout zat er volgens mij niet in. Nee. Die totem... Oh, de totem is ook gekocht. 26 diamonds. Nou, hebben we toch weer 26 diamonds verdiend. Laten we gelijk naar huis vliegen. Ik wou net via de portal gaan, maar ik heb weer genoeg rockets om eindelijk gewoon weer lekker vredig te gaan vliegen, jongens. Daar doen we het toch voor. Gewoon het niet hoeven te lopen meer. Alright. Ja, nu kunnen we beginnen met mijn vissersdingetje. Althans, ik ga even mijn rockets wegdouwen. Ik ga dat wegdouwen in een rode shulkerbox. Zo. En een eentje bewaren we. En dan ga ik de shulkerbox altijd bij me dragen. Net zoals dit zootje hier. Alright. Dan is het nu tijd om dit meuky gedeelte hier... Meuky gedeelte, weet ik van wat ik zeg. Te veranderen. Mooier te maken. Te upgraden. Weet ik van wat. We gaan een leuk vissersplekje hier maken. Waarschijnlijk hier wil ik een huis hebben. Misschien dat er wat in het water hangt. Geen idee. We gaan het zien. De andere kant hier, dat gaan we nog even kijken wat we daar doen. Maar zoals jij al aan de muziek hoort... komt er een mooie timelapse aan. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Jullie gaan het echt nu binnen 1 minuut zien. Eerder zelfs al, namelijk in 3, 2, 1... Thank you.
En zo keren wij terug van de prachtige timelapse. Jongens, we zijn inmiddels een dag verder. Want ja, het is inmiddels 8:30. En dit was het later dan 8:30. En we kunnen niet terug in de tijd. Maar goed, ik ben zo ontzettend tevreden met het resultaat van dit vissershuisje, jongens. Ja, waar moet ik beginnen? Ik denk, jullie hebben alles natuurlijk al gezien van de timelapse. Maar ik heb zoveel gedaan. Ik heb dit huis gebouwd. Ik heb dit natuurtuintje hier gedaan. Voor de mensen die in de timelapse deze ladder zagen en dachten... Waarom zit daar een ladder? Nou, jongens, ik ga het nog één keer zeggen. Ik heb het al heel vaak in heel veel episodes gezegd. Maar deze ladder op deze boom hebben Reno en ik in aflevering 1 van Content Veen in de livestream geplaatst. Voordat we überhaupt de basis daar bouwden. Omdat we hier toen een... wat was het? Een boomhutje wilden bouwen. Maar uiteindelijk toch niet gedaan hebben. Maar we hebben de ladder laten staan. En het is een te memorabel iets om die ladder of die hele boom hier weg te halen. Dus vandaar dat deze ladder op de boom blijft. Dit gaat ook niet weg. We hebben daar een piertje gemaakt. We hebben hier een watervalletje. Een piertje vind ik wel leuk. Maar verder vind ik hem niet zo heel bijzonder of zo. Het huis vind ik wel heel leuk gelukt. Ik heb aan twee kanten zo een visje hangen. Hier en aan deze kant. Eigenlijk vind ik dat het aan één kant leuker is dan aan twee kanten. En ik denk dat hij zelfs dan aan deze kant weg moet. Want het past er gewoon veel leuker bij dat hij hier erboven hangt. Weet je, boven de straat. Een leuk, wat noem je dit, koetsje hier? Of een kruiwagentje? Weet ik. Nou, kruiwagen, gewoon een koetsje in het midden hier. En dan binnen hier wil ik ook weer een villager hebben. En dan boven, ja, dan kan als de villager wil, kan hij lekker naar bed of zo. Moet hij zelf weten. En dat is ook zeker wat ik dus wil gaan doen nu, op dit moment. Ik wil hier even een villager in gooien. En daar, ik heb al een armor villager in mijn kasteel zitten. Die gaan we dan zeker ook even verplaatsen. Mijn kasteel wordt telkens minder nuttig met het moment. Met elke episode wordt het gewoon minder nuttig. Omdat, ja... Huh? Waarom zit hier een gat in mijn muur? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft er een gat in mijn muur gegraven? Dat is niet aardig. En ik heb het blok ook helemaal niet hier liggen om het dicht te maken. Nou. Dat vind ik gemeen. Maar goed, deze villager hier. Wie is dit? Barry. Barry de villager. Jij bent een armor guy. Een blacksmith. Weet ik veel wat hoe je het wil noemen. En op zich heb je wel goede trades. Deze diamond gear. Vooral voor armor strength. Ja, dat ben jij. Dus zullen we jou eens verhuizen naar je nieuwe huisje. Hij geeft niet echt antwoord of zo. Oh, hij gaf antwoord. Hij zei ja. Ik ga het proberen met een boot. Dus ga in de boot. In de boot. Oh, ja! Hij zit in de boot. Ik ga mijn best doen om dit met een boot te doen. Maar wie weet lukt het wel. Wat moest ik meenemen volgens mij? Deze. Volgens mij is dit zijn trade. Gaat hij niet verliezen omdat hij al master is? Maar goed, ik ga hem wel meenemen. Nou, kom op, buddy. We gaan samen op avontuur. Net als... Ik stap uit de boot. Net als Berend en net als Berendina krijg jij een nieuw huis. Alleen krijg jij geen pensioen. Jij moet gewoon doorwerken. Nou, hij mag wat mij betreft naar buiten als hij wilt, weet je. Zolang hij maar bij zijn dinges in de buurt blijft. Maar ja, bij die hier, weet je, die binnen. Dus ik ga even kijken dat er geen eentje buiten staat. Ja, deze staat buiten, die moet dan weg. Hij moet die binnen pakken, want ik bedoel, hij heeft de baan al. Dus als mijn Minecraft-calculaties kloppen, als ik deze boot sloop, loopt hij gewoon naar zijn nieuwe baan daar binnen. 1, 2, ja. Oh! Oh, wat ben ik weer een goede Minecrafter, hè? Hij doet het zelf. Sluit je ook de deur achter je? Of... Je moet hem achter je, niet voor je sluiten. Goed zo. Ja, hier. Ja, dat mag ook. Nou, hoppakee. Het is Barry de blacksmith. Wat ontzettend leuk dit. Barry de blacksmith. Ja, welkom in je nieuwe huis. Wat mij betreft mag je ook buiten rondlopen. Zo doe je ding. Zolang je maar niet verdwijnt. Ja, kijk, daar heb je hem. Kijk, waar ga je heen, Barry? Barry, je weet, uiteindelijk moet je... Barry... Hallo, ik zei dat je buiten mocht, maar... Oh, je bent gewoon even lekker naar de stad aan het kijken. Nee, oké. Zullen we Barry ook even een bed geven? Want dan woont hij al helemaal hier, weet je. Doen we hier wel gewoon zo. Kijk, heeft Barry ook een bed? Kan hij ook, als hij wil, lekker gaan slapen? Dat doe je wel hier dan, hè? Je bent een gekke villager. Oké, en dan hebben we een nieuwe villager nodig. Want ik heb namelijk nog, volgens mij, nog geen fisherman villager. En die kan ik dan hier doen. Nou, dan kan, als je wil, kan hij gewoon lekker hierboven slapen. Daar heeft hij een bed. Maar dan moet ik er wel eentje kweken, denk ik. Ik wil me kweken, gadverdamme. Oké, maar wij gaan een nieuwe villager maken. Of hebben we die al? Ik denk dat we twee even moeten laten hatsenbatsen. En dan moeten ze een kind krijgen die wat kan. Kijk, we hebben hier, wie is dit? Ook weer eens Bonkie. Nou, Bonkie klinkt als een naam die lekker wil bonken. Dus laten we hem misschien samenvoegen met... Ja, de enige die ik hier nog heb is Bertha. Bertha en Bonkie. Het zou kunnen. Ga alsjeblieft naar, weet je, ik breng je wel even thuis. Oh nee, trouwens, nu je toch hier bent... Dan mag je wel even lekker gaan bonken met Bonkie. Moet ik al die carpets weghalen? Want anders kan die stomme boot er niet overheen. Oké, hierboven is een bed voor je. Ga erheen. Hier, kom maar. Hier. Kijk eens.
Dan kom je gewoon even tijdelijk hier. Oh, je hebt een nieuwe baan genomen. Wat is dat? Nee, toch? Of een nieuw bed. Is dat waarom je zo blij bent? Nou, hoppa, ga lekker. Kijk, ze liggen al gezellig naast elkaar. Dat is al een hele grote stap in de goede richting. Tijd voor wat brood. Goedemorgen, 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 sunshine. Het is tijd om te batsen en te fratsen. 1, 2, 3, 4, 5 brood voor jou. En 1, 2, 3, 4, 5 brood voor jou. Hallo, voor jou. Als je het nou weer oppakt, hè? Hebben jullie het opgepakt? Oké, weet je wat? Die is brood. Als het goed is, hebben jullie nu genoeg brood. Ja, toch? Oké, zoek het. Ik kom zo terug. Oh, dit wordt spannend. Ik ga niet spieken. Ik ben toch stiekem aan het spieken. Oh. Ah, hij zag me. Hij zag me. Oh, je kan het, Barry. Een bonkie. Jullie kunnen het. Ik heb het gevoel dat ze niet genoeg brood hebben. Jullie willen meer brood, hè? Hier, neem jij dit. Is voor hem. Is voor hem. En dan jij dit. Oh, er mist een bed ook. Er mist ook nog een bed. Zo, een derde bed voor de baby. Nu hebben ze drie bedden. Er is een bed voor de baby. Nee! Oh, dan kunnen jullie ontsnappen. Nee! Kom terug! Oeh, dat scheelt heel weinig. Zo, hier is een bed voor de baby. En brood? Ja. En brood. Oké, nu, als ik zo geen baby zie als ik terugkom, hè. Oh, dat zwaait er wat. Jongens, ik heb ook een villager en die verkoopt potions en zo en bla 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 en weet ik wat allemaal. XP bottles. En die moet eigenlijk in een soort heksenhuisje natuurlijk komen. Dat kan, maar ik weet niet of dat bij de dinges past hier, bij het hele gebied. Dus het is aan jullie om even te reageren. Zou ik de heks, of weet ik hoe ik moet noemen, hier in zo'n huisje als dit, hoe gewoon in echt zo'n markthuisje? Of zou ik een nieuw huisje voor haar maken wat meer in haar stijl is? Laat even weten. En terwijl je toch dat aan het laten weten bent, like ook even de video en abonneer even. En dan terwijl de villagers daar lekker hun ding aan het doen zijn, ga ik eventjes zo, hoppa, dit even uitbreiden, zo. Dan denk ik dat ik hier een pad gooi, die hier helemaal heen gaat. Dan kan René ook nog een beetje hier, ja, een klein beetje bosjes en zo gooien, maar er moet ook wel een pad hier zijn. Dan hier loopt in één keer het gebied helemaal weer moeilijk. Ik denk dat ik dit nou ook een keer gewoon strak trek. Want uiteindelijk, jongens, gaat deze farm wel weg. Dat heb ik al eerder gezegd, maar dit moet dus dan ook één niveau worden. Alleen is het datzelfde niveau als dat het hier is. Ah joh, dat maakt niet uit. Laten we het vast in ieder geval een beetje opvullen. Een beetje moeite ervoor doen mag wel. En er is besloten, René gaat daar een standbeeld maken. Ik heb genoeg andere dingen die ik moet doen. En René vond het leuk om dat te doen. Dus ik zei, nou weet je wat? Jij mag het doen, René. Veel plezier ermee. En wat voor standbeeld het wordt, dat blijft nog even een geheimpje. We weten het gewoon nog niet zeker welke. Hey, daar is Willy op de achtergrond. En hoppa, die sluit netjes aan op deze manier. Er is nu een pad om René de dingen heen. Hier is dat in ieder geval al aan één gesloten. Dat waren twee hele losse delen. Maar nu kan je er legit ook gewoon naartoe lopen op een iets leukere manier. Ja, hier moet ook nog veel gedaan worden. Hier wilde Nathan een huisje bouwen, maar misschien wilde ik hier ook wel ook een beetje water plaatsen. Maar misschien dat een huisje hier ook wel gewoon een heel leuk idee is. Laat wederom maar even in de reacties weten. Water of een huisje? En dan ben ik toch nou wel benieuwd of Barry en Bonkie een baby villager hebben gecreëerd voor mij. Daar komen we. Daar gaan we. Alsjeblieft. 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 Is er een baby? Waar is de baby? Jongens, wat doen we nou fout? Waar gaan we de fouten met z'n allen? Ik dacht dat er een baby zou zijn dat ik terugkwam. Volgens mij hebben we het niet eens geprobeerd. Moet het bed dichterbij, is dat het? Oh. Oh, oh, ze zijn bezig. Ze zijn bezig. Oh, rennen. Er kwamen hartjes vandaan. Daar mag ik niet bij zijn. Wat ik overigens snap, is een beetje ongemakkelijk als ik ernaar ga kijken. Dit heeft ook even een keer een make-over nodig, jongens. Alles wat hier staat. Ik denk dat ik legit een keertje dit allemaal weg ga halen. Dit hier gewoon. En dan een compleet nieuw iets van gaan maken. Dan gooi ik het denk ik ook even wat platter. Het is nu wel heel hobbelig. Ik denk dat ik dat binnenkort ook maar even ga doen. Dat ik dit gewoon een compleet grote make-over geef. En dan de dieren hier even een plek buiten mijn kasteel geef. Want dat is wel een keertje tijd dat zij op een daadwerkelijk boerderijtje terechtkomen. En niet meer, ja, op zo'n stedelijke plek als dit. Ik hoorde een baby villager. Ik weet het zeker. Is het zover? Ja, ja, ik hoor hem. Ja! Oh, kijk hoe trots ze zijn. Kijk hoe blij ze ermee zijn. Barry, Bonkie, gefeliciteerd. Jullie hebben een kind. Ik ga hem wel gelijk voor jullie afnemen. Is dat erg? Nee, hè? Nee, ik ga hem gelijk ontvoeren. Oké, de eerste, kom maar. Wie is dit? Barry, jij moet eerst. Nou, Barry, schiet op. Barry, schiet op, schiet op. Ik ga je ontvoeren, Barry. Barry, kom op. Barry. Ja, ik snap het. Barry wil nu niet meer weg. Kom op, Barry. Oké, ik heb Barry in een boot. Barry, we gaan jou terugbrengen naar de blacksmith. Oké, Barry, beloof me dat als ik deze boot weghaal, dat je weer snel naar binnen gaat, naar boven en bij direct je bed in, oké? Nou, gaan we zien of je luistert. Je bed in, hè? Gelijk je bed in. Naar boven. Doorlopen, opschieten. Ja, goed zo. Nee, je gaat mij niet buitensluiten. Je hebt natuurlijk boven geen bed. Je hebt hier een bed. Weet je, is ook goed. Dit is precies wat ik bedoelde. Dankjewel, Barry. Barry woont officieel nu daadwerkelijk in de blacksmith. Hij kan slapen in zijn bedje. Ik ben helemaal trots op hem. Dan gaan we nu het kind van Barry even ophalen. Moet hem nog een naam geven. Ik wil hem gewoon Bofkont noemen. Dan hebben we Barry Bofkont. We noemen hem gewoon Bofkont. Hallo Bofkont!
In de boot. In de boot, kleintje. Nee, nee. Kun je wel vluchten naar je moeder of naar je vader? Ik weet niet wie is. Je gaat gewoon in de boot. Goed zo. Ja, ik ga je kind van je afnemen, Bonkie. Spijt me enorm. Beloof me dat je niet daar blijft, hè? Nou, neem maar even afscheid van elkaar. Oh, het boeit er geen ene... Oh. Het boeit er helemaal niks. Kunnen we ook eindelijk weer even dit terugplaatsen. Het ziet er niet uit zonder die carpet, zie je? Lijkt alsof alles kapot is of zo. Zo, hoppakee. En dan miste hier die carpet nog. Hier, hier en hier. Zo. Nou, dan gaan we, Bofkons. Je bent veel te klein om in de boot te zitten, dus hou je vast. Hij kan alleen de baan Fisherman nog niet krijgen. Dus wat we moeten doen, is we stoppen hem gewoon in het huis. Dan woont hij daar. En dan ja, zoekt hij het maar even uit tot de tijd dat hij opgegroeid is wat hij gaat doen. Kan hij vast leren vissen of zo? Geen idee. Nou, welkom op je nieuwe locatie. Ik ga echt tot de deur ga ik je afzetten. Binnen is een bed boven. Ik ga jou wel even zo afzetten hier. In de hoop dat jij niet gelijk terug naar huis wil rennen. Oh mijn god, ik heb geen blokken meer. Dit moet ik even improviseren hoor. Met crafting tables zo. Oké, als het goed is, kan jij nu niet ontsnappen. Toch? Nee. Laten we jou... Komt-ie. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Kom maar. Het is veilig. Ga maar. Wees niet bang. Wees niet bang. Ja, waarom sluit iedereen mij buiten? Wat is het nou? Waar ga jij heen? Huh? Oh, daar is hij. Ik schrok al. Je mag ook hierin, hoor. Als je wilt. Je mag hierin wat bij je betreft. Waar ga jij heen? Oh, je gaat lekker naar boven. Maar dat vind ik prima. Weet je wat? Oh. Ja. Ik sluit het even voor je af, zo. Ja, ga maar op bed springen. Gezellig, hè? Ja, hij is helemaal blij met zijn nieuw huisje. Ik sluit het tijdelijk even af hier, zodat hij niet kan ontsnappen van daarboven tot hij is opgegroeid. Dat gebeurt best wel snel, denk ik. Volgens mij duurt het echt maar 20 minuutjes en dan is hij groot. Dus dat kan elk moment zijn. En daarom gaan we even wachten. Oh, ik zag het gebeuren. Ja, ja. Ik zit echt al legit 20... Nou, ik weet niet hoe lang, niet 20 minuten, want ik was natuurlijk al bezig, maar... Oh, maar deze, het is gebeurd. En nu die barrel hier. Ga slapen. Oh, je zit vast. Ah, dat is niet handig. Kom, ja, ik wou net zeggen, ga slapen, hè. Oké, en dan als je morgen wakker wordt, dan neem je deze barrel hier als baan. Alsjeblieft, want een barrel, jongens, dat is volgens mij de fisherman. Dus laten we het even zien. We gaan slapen, dan skippen we de nacht. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Neem de barrel als baan. Neem hem. Alsjeblieft. Ik smeek het. Neem hem nou als baan. Ja! Ja! Fisherman! Oh, finally! Oké, top. Dan hebben we een fisherman. Dan mag je ook wat mij betreft hier weer naar beneden en zo. Dat vind ik allemaal prima. Kom maar. Kijk, dan mag je hier buiten mag je chillen. Doe je ding. Je bent vanaf nu de fisherman. Zullen we hem gelijk even levelen naar heel hoog? Kijk, dan hebben we ook allemaal bucket of kots. Dan gaan we die allemaal loslaten daarin. Zodat ze allemaal kunnen despawnen. Omdat ik geen nicknames ervoor heb. Goed idee. Dan kopen we eerst bij jou wel gewoon even 1, 2, 3 name tags. Hoppakee, hartstikke leuk. En ik dacht natuurlijk aan Bof komt als naam. Maar we hebben Barry de Blacksmith. Dan dacht ik, voor mij de fisherman moeten we een F als naam hebben. Dus ik dacht, Frank de Fisherman. Die is toch wel leuk. Oh, moet ik even naar de... Hallo, Willy, wat doe jij hier? Willy komt even gedag zeggen bij dat nieuwe plekje. Oké, dan moet ik eerst even hier bij de Anvil gaan. Dan noemen we namelijk als eerst Frank de Fisherman. Zo. Hier wil ik als nieuwe naam Barry de Blacksmith. Zo. Oké, Barry, waar ben je? Hier. Barry de Blacksmith. Oké. Top. Dan gaan we naar Frank de Fisherman. Frank, waar ben je? Frank? Oh, daar ben je. Hier. Frank de Fisherman. Hoppakee. Dan gaan we gelijk even met jou traden. Huh? Was het niet de bucket of kot net? Huh? Frank, ik dacht dat je een andere trade had. Wat heb je? Je kan me wel je visje aanbieden, maar dat is niet de bedoeling. Kijk, dus loop even zijn ding. Zo. En dan in de hoop dat hij dan een nieuwe trade krijgt. Nee. Welke barrel heb je dan gepakt? Deze? Nee. Welke barrel heb je gepakt? Oh, maar deze kaartje echt. Dit is een poepdeal, want ik heb geen rauwe kot. En ik ga ook niet mijn kool inruilen. Het valt me nu pas op dat het trapje gewoon niet goed is. Maar dat zal wel. Dat is prima. Oh, ik haat het jou echt. Kijk, we gaan een beetje kool inruilen. Puur zodat we de volgende trade kunnen unlocken. Ontzettend zonde van mijn kool dit. Maar prima. Alles voor jou, Frank. Nou. 1, 2, 3, 4 en 5. Hoppakee, dat is precies genoeg. En geef me nou alsjeblieft de trade waar ik gewoon emeralds voor kan gebruiken. Ja. Nee, wat heb ik weer vis voor nodig? Wat heb ik zalm voor nodig? Dat heb ik toch helemaal niet. Frank, wat doe je me aan? Oké, Frank, daar gaan we. Daar gaan we. Emeralds. Oh mijn god, nee, dit gaat ik niet redden. Kijk hoe weinig je hiervoor krijgt voor deze trade. Nee, daar ga ik de kool niet aan wasten. Ik krijg daar veel te weinig voor. Dan ga ik wel liever vissen gewoon. Oh, maar deze moet ik serieus gaan vissen. Nou, laten we dan ook maar op mijn nieuwe pier gaan staan. En dan gaan we even vissen. Oké, jongens, we hebben 3 sampies en 5 kots. 5 kots. Voor mijn gevoel ben ik aan het brainfarten en had ik helemaal niet zo heel veel nodig. Frank, waar ben je? Frank? Waar ben je? Wat? Hij is in de boot gaan zitten. Frank, weet je hoeveel moeite het mij heeft gekost
om die boot te kunnen plaatsen. En nu moet ik hem serieus slopen, zodat jij eruit kan. Oh, ik moest het helemaal met pistes doen, jongens. Nee, en het zag er zo leuk uit. Frank. Een stomme villager. Oh mijn god, je ei. Hier, kijk, dit kan je er niet zomaar in duwen namelijk, dit. Oh, dit moest helemaal... Nee. Oh, Frank, ik haak je echt. Nu is die leeg. En je gaat zeker ook gelijk naar bed weer, hè? Ja, natuurlijk. Nee. Nu gaan we treden ook. Hier. Oh, ik had 6 nodig. Dat was het. Oh. Ik was even kwijt. Kijk, dame, ik ben aan het brainfart. Ik had meer nodig. Terug naar het vissen. Jongens, dit duurt me echt te lang. Ik ben al zo lang aan het vissen en ik wacht op mijn derde zampje, maar die krijg ik maar niet. Dit zijn de overige dingen die ik ook heb opgevist. Heel leuk, heel interessant. Ik stop het allemaal in de kist hier. Dat is gewoon mijn visserskistje. Maar laten we even kijken wat Frank hiervan vindt, want volgens mij had ik 6 zalm nodig. En ik heb er maar 5, maar ik heb gewoon geen geduld meer om te vissen, jongens. Ik heb gewoon echt geen geduld meer ervoor. Frank, wakker worden. Hallo. Weet je wel, ach. Wakker, dat doen we zo al. Nou, nu word je wakker. Goedemorgen, Frank. Ja, zie, ik had 6 zalm nodig. Maar ja, ik heb wel 2 keer dit. Oh mijn god, krijg ik hier zo weinig van? Heb ik nou voor zo saus gevist? Dat meen je? Nee, nee. Oh, zeg maar alsjeblieft dat zalm een betere treet is. Anders ben je echt een nutteloze villager, Frank. Misschien heb ik nog zalm. Oh, ik heb nog zalm. Nu heb ik er 11. Oh, ik heb er nog eigenlijk nog eentje nodig. Oké, kom op. Frank, dit is het moment. Oh, ik krijg hier ook wederom zo weinig uit. Hoe ga ik dit doen? We gaan wel gewoon op avontuur naar een riviertje. En dan gaan we heel veel visjes killen. Sorry, René, als je dit kijkt. Maar ik heb ze nodig. En ik weet dat bij Voorden hier een rivier is. En daar, hoppakee, is helemaal niks. Ja, kijk, hierheen. Hoeveel krijg ik eruit? Oh, oh. Oké, we gaan er gewoon heel veel halen, jongens. Ik ben zo terug. Oh my days. Ik heb er echt al heel veel gekild. En ik denk, waarom heb ik er nou nog maar 5? Maar dat komt omdat er fire respect op staat. Ik krijg alleen maar gekookte zalm. Dan killen we jullie maar met Max. Doe het maar zo. Nu zijn we echt zo terug. Nou, laten we hopen dat dit genoeg is, want nu ben ik er echt klaar mee. Als dit niet genoeg is, dan zoekt hij het maar uit en doe ik het de volgende keer. Wakker worden, Frank. Ik heb voor jou. Cooked salmon. Cooked, 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 cooked. Ah, op zich, we zijn er bijna, jongens. Oh, ik moet wel nog veel. Oh, waarom is het ook zo duur? Wie heeft dat bedacht? Ja, we hebben genoeg. Oh, thank god. Het heeft me zo lang gekost. Zeg maar alsjeblieft dat je nu een beetje een goede trade krijgt. Oh, anders ben ik zo teleurgesteld. Anders ben ik echt... Ben ik nog nooit zo teleurgesteld geweest. Rauwe zalm voor een emerald. En een paar emeralds voor een unbreaking fishing rod. Oh. Ik ga het doen. Alleen in de hoop. Oh, nee. Ik hoop zo erg dat deze trade hierna zo goed gaat zijn. Anders is een fisherman echt de meest nutteloze trade die ik heb gezien ooit. Ik krijg zoveel hoofdpijn hiervan, jongens. Nou, Frank, ik stop in deze barrel hier. Stop ik die leuke fishing rods van je. En gewoon wat vis. Maar dan wil ik wel dat je je trade weer opengooit. In de tussentijd, terwijl Frank zijn voorraad aan het hervoorraden is. Weet ik veel hoe je dat wil noemen. Zit ik hier met mijn bel. En ik denk dat ik hem even helemaal ontwaks. Zodat hij eventjes... Ja, hoe noem je dat? Deze kleur wordt. Zodat hij eventjes een beetje dat groen-gelige kleurtje wordt. Want ik vind dit vind ik te koperachtig. En ik vind dat blauwe... Ja, dat is gewoon te blauw. Kijk, dat hoort niet blauw te zijn. Dus als het goed is, heb ik hem nu helemaal ontwakst. En dan wil ik hem compleet deze kleur hebben. Deze zo. Maar ja, als het goed is, moet ik dat ook dan gewoon gaan waksen. Klopt dat? Ja. Terwijl die in die status is. Oh, dat is ook zo vervelend saai werk. Daar heeft toch helemaal niemand zin in. Jammer dat je het niet vanaf normaal koper... Daar, kijk, je kan wel van het blauwe koper kan je terugwaksen. Maar als het normaal koper is, dan kan je het niet viezer maken. Of zo, of ouder. Dat is niet te doen volgens mij. Of wel? Laat maar even weten als het wel zo is. Oké, Frank heeft een nieuwe stok. Dat is 1, 2... Waarom kan je maar 3 keer? Oh my days. Er nu gewoon veel te veel van die stomme hengeltjes. Hey, dat klonk alsof hij alweer gerestokt is. Ja! Nu heb ik niet genoeg emeralds. Je bent duurder geworden. Oh, wat is hij vervelend. Oh, niet te geloven. Niet te geloven. Ik ga mijn emeralds aan die guy opmaken. Komen dat ik het uiteindelijk ook aan hem terug kan verdienen. Het is een investering dit. In villages werken is een investering. Hoe vreselijk het ook is. Wat ben jij wel een buitenmens, Frank? Nou, laat eens zien wat je nu aan mij gaat geven. Daar komt hij hoor. Abracadabra. Het is een expert. Tropical fish. Maar... verder niks. Oké, nee, duidelijk. Jongens, ik laat het voor nu even zitten bij Frank. Frank, je stikt er maar even in. Laat alsjeblieft even weten in de reacties. Want hij is nu expert. Is het waard om een master te maken? Gaat het waard zijn? Krijg ik dan zoiets gaafs?
waarvan je zegt, Max, dat moet je echt gaan doen. Dat gaat het echt waard zijn. Want nu voelt het alsof het echt niet waard is. Maar voor nu is dat alles waar ik tijd voor heb. Het is namelijk inmiddels alweer 10 uur. We hebben heel wat gedaan, heel wat bezig geweest. Ik ben heel trots op ons visserswinkeltje hier. Volgende keer wil ik met het pad bezig gaan. Of misschien wil ik zelfs de kerk even afmaken van het interieur. Want dat heb ik gewoon nog niet eens gedaan. Maar voor nu ga ik de video afsluiten. Kijk zeker ook even naar lekker deze video. Kijk hem gewoon, want dit is ook cool, dat geen video. En dan nu spreek ik later glaasje water tot de 4. Flesje bier en tot de volgende keer. Yo!